Yo dames en heren, tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video vanaf het strand in Zeeland. En jullie zien het al, ik ben bezig met mijn vishengels aan het optuigen. Dan gaan we even lekker zeevissen weer. Lekker weertje trouwens jongens, kijk. Het is half september en helemaal niet druk op het strand. Ongekend. Zo, wat heb je nodig? Een paar onderlijntjes. Met afhoudertjes. Of losse lijnen doen. Ik koop ze altijd gewoon kant klaar, net zo makkelijk. Wel helemaal geen zin om die dingen te knopen. Goed lood. Dit is 170 gram. Met ankers. Dus deze jongens, dat ze lekker in de bodem kunnen blijven zitten. Ja, het is nou rustig, dus ik zou op zich zonder ankers kunnen gaan vissen. Maar ja, om een visje te vangen heb je natuurlijk wel wat aas nodig. Dat zijn deze jongens. Die kan je kopen bij de plaatselijke hengelsport. Kijk eens jongens, dikke vette zeepieren. Een hele hoop dikke vette jongens. Dus die doen we straks lekker aan de haak. Hier hebben we nog een paar zagertjes volgens mij. Kijk eens. Van die beesten die tandjes hebben volgens mij. Steekzagers. En dan hebben we de onderlijnen erop zitten. En dan moet er natuurlijk ook nog aas aan. Dat doe je met een aasnaald. Deze jongen hier. Je pakt hele fijne wormen. Ik doe ze meestal vanaf de kont zo naar het koppie. Zo, dan maken we er een citeetje van. Zo mensen, dan pakken we de haak. Die stoppen we hieronder, stoppen we die erin. Zo. Houden we de lijn strak. De haak precies hieronderin. Dan kan je dus zo die zager die je net op de aashaald hebt geregen, kan je zo over je haak heen schuiven. Dit is het hele verhaal. Als je het dan ingooit, dan glijdt hij zo met zijn kopje net hier over de haak. Ja, dat is perfect. Je hoeft een plat visje maar te pakken en dan heb je een beet. Wat ik ook altijd doe is mijn vinger intapen. Mijn rechter wijsvinger. Want met één gooien is die lijn natuurlijk zo strak met 150 gram lood erop. En die lijn zo dun dat je je halve vinger ervan afgooit. In ieder geval, die sneetjes doen altijd super pijn. Zo, dat doen we even een beetje tape eromheen. Nu is het een kwestie van lekker chillen. Om de 20 minuten even kijken of er nog wat aan zit. En chillen maar. Voornamelijk chillen, chillen, chillen. Super dope. Check hem gaan. Zo! Drift door de bocht. Visie. Klein zeebaarsje. Overal stekels. Dus daar gaat hij weer. Terug naar zijn vrijheid, mensen. Woehoe! Yes! Tony voor niets gestaan. Maar dus lachen. Gauw nieuw aas eraan. En dan smijten die handen. Kijk eens mensen, een mooie bot. Oh, gladde beesten. Hij springt al. Ja, hij springt al, hij is klaar om terecht te gaan. Dus daar gaat hij weer mensen. Kijk eens. Hij graaft zich hier gelijk in.
hier vissen zonder vispas. Jazeker mag dat. Je mag hier gewoon vissen aan de kust met twee hengels en dan per hengel drie haken. Insmijten, vis vangen. Dat is nou ook het leuke aan het strand. Je hebt eigenlijk altijd wel een praatje met mensen. Deze meneer vroeg of dat je hier mocht vissen zonder visvergunning. Ik wil vissen, let's go. Aan de kust kan je gewoon vissen. Doe het een keer, slappen en genieten. Ja, mensen! Kijk eens eventjes, een fantastische gul. Mooi visje, mensen, heel mooi visje. Kijk eens. En hij had even nodig om bij te komen, maar hij is weer weg. Yes! Deze heb ik nog nooit gevangen. Fantastisch, ook weer een beetje aan de kleine maat. Zo, beste mensen, ik sta inmiddels in mijn boxershort, klaar om een duikje te nemen. Het was weer een mooi avondje om te vissen. Bedankt voor het kijken, super tof. Alle blauwe duimpjes omhoog als je het vet vond. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Iedere week, iedere zondag om 10 uur een nieuwe video. Dus mensen, super tof en ik check jullie de volgende keer. Holy shit, het is frisjes. Half september, maar lekker. Mooie video, mooie afsluiting.